Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Het is vandaag een iets andere video, omdat Tess er niet is. Ze is ziek en komt daarom niet op school, dus konden we ook geen video opnemen. Veel van jullie vragen of wij zussen zijn. Nou, hier het antwoord. Nee, we zijn geen zussen. We zijn gewoon beste vriendinnen. Nou, ik ga vandaag een top 10 doen, omdat Tess er natuurlijk niet is. We zouden de BFF-tag gaan doen, maar dat kan natuurlijk nu niet. Ik heb er wel aan de lijn, zeg maar hoi Tess. Hallo. Nou, Tess is wel aan de lijn. Ze kijkt wel soort van mee. En ik ga vandaag een top 10 doen van de 10 zwaarste mensen die leven en of ooit geleefd hebben. Oké, dat is gewoon niet normaal. Ik begin met de 10e. Dat is Kenneth Brumley. Hij was of is 468 kilo. En hij was al 4 jaar niet uit zijn bed geweest, omdat dat gewoon niet lukte. Oké, door naar de volgende. Door naar de volgende. Myra Rosales. Die is 470 kilo. En wat ik zo raar vind aan haar is dat zij beschuldigd werd door het vermoorden van haar neefje. Terwijl ze dat helemaal niet gedaan heeft. Omdat ze werd vrijgesproken omdat ze zo dik is dat ze geen moord kan plegen. Omdat ze niet kan rennen en niet eens kan lopen. Dus we gaan door naar de volgende. 8, dat is Robert Earl Huckes. Hij is 486 kilo. En wat ik zo bijzonder vind aan deze man, of ja, jonge man, omdat hij op zijn 6e, toen hij 6 jaar oud was, al 91 kilo woog. Dat is mijn vader nu. En op zijn 10e, ik ben 10, 171 kilo. Ik ben 34. Dat is toch een beetje een verschil, hè? Door naar de volgende. Hij staat op de 7e plek. Patrick Day Deul. Hij is 486 kilo. En hij is al 7 jaar niet uit zijn bed geweest. Oh, wacht. Ja, hij was zijn bed 7 jaar lang niet uit geweest. En om hem te wegen is een veeweegschaal gebruikt. Dat betekent een weegschaal waar koeien op staan. Oké. Een bijzondere man. We gaan door naar de volgende. Dat is Michael Hebranko. Hij is 501 kilo. Hier is niet zoveel over te zeggen. Maar hij wist al zijn vet te verliezen. En woog na 19 maanden diëten. En trainde nog maar 90 kilo. In de 7 jaar daarna kreeg hij al zijn gewicht er weer bij. En zelfs meer. Momenteel weegt hij... Oh, hij is al dood. Hij woog sowieso al meer dan 250 kilo. Terwijl hij net op een dieet was geweest. Zo dom. En dan gaan we naar 5. Dat is een vrouw. Rosalie Bradford. Zij is 544 kilo. En ze had hartproblemen. Toen ging ze op een strikt dieet. En na 5 jaar... verloor ze 416 kilo. Oh my gosh. Dat is echt heel veel. Weet je hoe weinig je dan nog maar weegt? Ik heb geen zin om het uit te rekenen. Ga het zelf maar uitrekenen. Maar het is gewoon zo goed van haar. Ik ben trots op haar. Gaan we door naar 4. Dat is Walter Hudson. Hij is ook 544 kilo. En wat hij dagelijks at of eet, is 2 dozen met worsten, een pond een pond bacon, 12 eieren, een brood, 4 hamburgers en 4 cheeseburgers, 8 grote porties friet, 3 broodsticks of 2 kippen, 4 gebakken aardappels en 4 zoete aardappelen, een cake en voor de gezond 4 broccoli's. En hij dronk 17 liter frisdrank per dag. Oké, we gaan naar de volgende. Hier wil ik gewoon niet over hebben. Ik moet al kotsen als ik eraan denk. Naar 3, dat is Carol Ann Yeager. En, het is een zij. En ze is de zwaarste ooit. Zwaarste vrouw ooit. Ze woog namelijk 544 kilo ook. En in 3 maanden verloor ze 236 kilo. Best knap. Applaus voor haar, Tess. Nou, ze is dus nog wel heel zwaar, maar ik vind het wel knap dat ze überhaupt zoveel kan afvallen.
Dus, en dan gaan we naar de tweede. Manuel Urip. Hij is 587 kilo. En hij was al 5 jaar zijn bed niet verlaten. Omdat hij niet kon lopen. En hij wou ook gaan trouwen. En toen moest een hijskraan. Die moest dat bed optillen en met hem naar de trouwzaal. Of nou ja, dat was buiten omdat het bed niet naar binnen kon. Omdat hij zo dik was. En hier wil ik het gewoon niet over hebben. De allerzwaarste ter wereld is John Brouwer Minnock. Dit? Ja? Mijn zusje is net binnengekomen. Mag ze even voor je zeggen? Ja, natuurlijk. Ga maar zeggen. Dit is Tessa. Hoi. Dat is Tessa's zus. Nou ja, we gaan door met de allerzwaarste ter wereld. Dat is John Brouwer Minnock. Hij is 634 kilo. En hij heeft het meeste gewicht kwijtgeraakt ooit. Namelijk 419 kilo. Dat mag nog wel een applausje. Maar op zijn 41ste overleed hij omdat hij zo dik was. Nou, Dit was mijn eigenlijk, en die van Tess. Dit was onze top 10. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Als je deze leuk vond, dan een blauw duimpje omhoog. En druk op abonneren om onze nieuwste video's niet te missen. Dan zien wij, Tess en ik, toch Tess? Ja. Jullie volgende week donderdag, heel misschien een andere dag, maar meestal is het op een donderdag. Zien wij jullie terug met een nieuwe video. En wij hopen dat jullie deze video leuk vonden. Dus zeg maar doei Tess. Doei! Doei! Bedankt voor het kijken!